ze zouden er eigenlijk allemaal al moeten staan, want de kermis is begonnen. En hier op het Laar is het een wereldje apart. Ver weg van de kermis. En toch hebben ze hier een geweldige eigen stek. We zullen eens gaan kijken. Tussen al die grote wagens en campers staan er 4 grote scholen. Ze heten de Prinses Beatrix School, de Prins Willem-Alexander School, de Prinses Christina School en dan hebben we nog, ik dacht de Vlierenfluiter of de Wielenwaal, maar in ieder geval, het zijn een 4-tal scholen. U was hier 26 jaar meester Jacques. Ja, dat klopt. 26 jaar bedrijvende school gewerkt. 26 jaar lang een onderwijskundig avontuur beleefd. 26 jaar lang een vrijheid geproefd die je als leerkracht op een burgerschool nooit zult kunnen proeven. Maar u reed altijd mee met de kinderen? Ik was er meestal bij. Ik reisde soms van thuis uit naar de kermis en weer terug. En ik reisde heel vaak met de caravan mee. En dan stond ik bijvoorbeeld op de Tilburgse kermis met de caravan erbij. Ja, dan heb ik hier 3 kinderen die hier op school zitten. Vandaag is zaterdag een beetje vrij. Maar vind je het niet erg om in de hele maand juli, augustus naar school te moeten als iedereen vrij is? Nee, eigenlijk niet, want het is wel leuk hier op school eigenlijk wel. Toch leuk. Er staan hier een aantal van die containers. Welke zit jij? Ik zit in die. En dat is groep 5, 6. En die is groep 3, 4. Daar is groep 1, 2. En daar is groep 7, 8. Jij vindt het ook best wel gezellig hier op het kermisterrein naar school te moeten? Ja, want ja, je doet altijd wel wat leuks. En ja, je moet pas om 9 uur naar school. Dus kan je nog wel lang uitslapen. Als je dit leven eenmaal hebt geproefd, je hebt er 26 jaar lang in mogen gedijen, dan kun je het niet meer loslaten. En nu ben ik dan ook wel op een andere manier bezig met reizen. Maar ook weer voor de mensen van de kermis en het circus. Want dat laatste, dat wil ik er nadrukkelijk bij vermelden. En is het zo dat je zegt van nou, ik leer hier ook echt heel veel? Ja, dat wel. Want ja, we hebben een dagprogramma aan zeggen en daar staat dan ook wat je allemaal moet doen. En dat moet je ook afmaken of kun je dat thuis in de wagen nog doen? Nee, je moet eigenlijk, want om 9 uur begint het dan en om 3:30 zijn we uit. En dan moet je dat dagprogramma dan, laat maar zeggen, af hebben als het 3:30 is. Elke school heeft 1 leerkracht en die leerkracht heeft dan een bepaald gedeelte van de kinderen van groep 1 tot en met 8. Hier is het zo verdeeld dat er 1 leerkracht voor groep 1, 2 en 3 werkt, een andere leerkracht voor groep 4, 5 en 6, een andere leerkracht 6 en 7 en ook nog voor groep 8. Dus afhankelijk van het aantal kinderen wordt het per school verdeeld, zodat toch enigszins een leeftijdsgroep bij elkaar zit waar je dan redelijk uniform les aan kunt geven, dus die dan een beetje dichter bij elkaar zitten.